Joey Ravensbergen, Quick Boys verliest met de 3-2 van de jonge Almere City. Wat voor wedstrijd was dit? Twee hele verschillende helften van ons ook. De eerste helft was van ons wel wat slordig. Verdedigend ook, dat we twee makkelijke goals weggeven. En op zich denk ik dat je de tweede helft goed de kleedkamer uitkomt. Alleen dat je ook weer uit een fout, deze keer persoonlijk van mezelf, weer op een 3-2 achterkant komt. Wat gebeurde er bij die 3-2? Hij geeft hem voor en hij stapt net een stapje voor me en ik wil hem net nog proberen weg te duwen, maar hij kopt hem uiteindelijk binnen. Is dat vermoeidheid na 90, denk ik ook wel loodzware minuten, op een zwaar veld natuurlijk, veel geregend, vermoeidheid? Ja, misschien, ik kwam wel helemaal vanuit die hoek, maar uiteindelijk mag dat geen excuus zijn. Ik vind dat ik die gewoon weg moet koppen en dat ik altijd gewoon mijn taak uit moet voeren op die positie. Onnodige nederlaag denk ik ook. Ja, zeker. Zeker gezien de tweede helft. Ik denk als je de eerste helft zo start, dan ga je gewoon met een overwinning lekker de kleedkamer in. Nou, misschien ben ik een ontzettende optimist, maar ik vond ons ook in die eerste helft vond ik jullie eigenlijk helemaal niet zo slecht voetballen. Je geeft inderdaad twee makkelijke doelpunten weg, maar voor de rest ben jij heel veel op een helft bezig. Kutsjoes die volgens mij een hele goede wedstrijd speelde. Mo die veel werk verzette. Jij deed het goed aan die linkerkant. Ook die eerste helft was helemaal niet zo slecht volgens mij. Nee, op zich niet. Alleen inderdaad als je verdedigend niet goed staat, daar begint het natuurlijk altijd. En, op die momenten stonden we niet goed. Ik denk dat je op zich de tweede helft inderdaad aantal voetballen nog wel goed er doorheen kwam. Maar ook een paar keer ook gewoon slordige ballen die heel makkelijk zijn, die gewoon verkeerd gingen. Wat dacht je na die 2-2? Nou worden 3-4-2? Klaar? Deze gaan we pakken nu? Ja, dat dacht ik wel, ja. Maar dat was niet zo. Niet meer denken, gewoon doen de volgende keer. Precies, denk het ook. En nu? Op naar volgende week. Eerst nog dinsdag Volendam. Die pakken en dan ASWA uit. Heel goed. Veel plezier dinsdag. Yes, dankjewel. De Lana Wakwen, met wat voor gevoel sta jij hier? Ja, teleurstellend. Ik denk na twee goede overwinningen, dan mag je weer opnieuw uit. Eerste minuut geef je zo dom, ja sorry dat ik het zo zeg, maar echt verschrikkelijk dom die goal weg. 2-3 gewoon fouten gewoon. Kom je 1-0 achter en daarna geef je denk ik vrij weinig weg. Balletje op de paal nog. Ja, oké. Die geef je dan nog weg. Oké, maar je krijgt aan de andere kant ook 4 kansen. En dan geef je die tweede goal weer weg. Nou, daar heb je genoeg cadeaus uitgedeeld. Tweede helft, gaat het publiek achterstaan, gaan we met z'n allen naar voren. We zijn 3 keer over de middenlijn geweest en dan verliezen ze nog 3-2. Ja, ik kan het nog even niet geloven, sorry. Is het nou zuur of is het dom of is dit pech? In welke categorie zou je uitscharen? Nee, dit is gewoon dom, klaar. Als je zulke goals weggeeft, dat mag niet meer. Op dit niveau moeten we daarmee gewoon gaan stoppen. En waar dat aan ligt, dat gaan we gewoon intern bespreken. Maar voor dinsdag moeten we heel snel herstellen. Willen we hier een stunt tegen Volendam eruit gaan slepen. Wat ik wel vond, weet je, je kunt er na een 2-0 achterstand inderdaad op een makkelijke manier die doelpunten weggeven. Dan kan je ook bij de pakken neergezitten. Dan ken ik jou een beetje, dan ken ik redelijk wat spelers. Dat zit ook niet in jullie genen, maar jullie bleven wel ook gewoon gaan de hele tijd. Ja, ik denk dat we echt de tweede helft hebben laten zien dat we het wel kunnen. Ik denk dat Almere, wat ik net zei, 3 keer over de middenlijn is geweest. En dan misschien met lange ballen. Maar we voetballen, we krijgen kansen. Gewoon net niet. Nou, en dan 2 goals en dan denk je van zo hebben ze. Ja, en dan wil die er net niet in en dan krijgen we zo'n goal weer tegen. Ja, dat is gewoon echt zonde. Aan de andere kant is het ook moeilijk verdedigen. Want we geven 1 kans weg en dan is het vaak gelijk een grote kans. Dat is ook, zit in ons spelprincipe. Maar dan nog moeten we scherper tegen elkaar zijn. Sterkte dinsdag. Succes. Ja, succes dinsdag. En niks sterkte. We gaan ze pakken. Jordi Thijssen, 2 heerlijke doelpunten. Ja, het levert helaas niks op. Nee. Hoe komt dat? Heel simpel. Naast het waardeloze begin denk ik dat je vandaag waardeloos verdedigt. Zeker op momenten dat je heel simpel kan uitverdedigen. Een kwestie van goed staan. Of je man afscherpen. En ik denk dat alle drie de tegengoals waren vandaag kinderlijk eenvoudig. En hoe sta je dan voorin als dat gebeurt? Ik was de eerste helft aan het aftellen tot het rust was. Zo erg irriteerde ik me. En niet alleen achterin hoor, het klinkt nu heel negatief voor de achterhoede, maar voorin ook. Communiceerde voor geen meter. Liep elkaar eerder in de weg dan dat we elkaar konden vinden. Dat leek helemaal nergens op. Dus. Vooral jij en Jesse van Nieuwkerk had ik het idee. Dat die wisselwerking, dat jullie vaak bij een voorzet allebei naar precies dezelfde plek renden. Ja, dat zie je helemaal goed. En, ook echt verkeerde loopacties, mensen die elkaar niet begrijpen. Het sloeg helemaal nergens op, dus ik was blij dat het rust was. Ja, dan kom je heel goed terug en dan mag je eigenlijk nooit meer verliezen. Ook nooit meer gelijk spelen, vind ik, tegen zo'n zwak team. Die werkelijk waar, hier niks te zoeken heb. Lekker een andere competitie moet ook.
vind helemaal niks. En dan ja, verlies je, pak je 0 punten. Dat is heel treurig. Ja. Toch, die 2 doelpunten, zeker die eerste en die tweede ook, die werkte volgens mij wel bevrijdend voor jou. Want je voetbalde ook een beetje, ja, je zag het dat je niet lekker liep. En die doelpunten, die werkten bevrijdend. Ja, nou ja, zoals dat moet ik eerlijk zeggen, niet echt. Ik irriteerde me mateloos en dan probeer je focus te pakken. En ja, die doelpunten werken wel wat mee, maar ja, je mag nooit zo beginnen en zulke fouten maken. Ik bedoel, we trainen iedere dag hard, we schoppen elkaar de tyfus in op trainen en vandaag niemand durft een poot uit te steken. Dan denk ik van ja jongens, dan kunnen we dinsdag tegen Volendam spelen, maar ja, dan mag je voor mij ook wel thuis blijven. Ik hoor Delano zeggen dat jullie ze gaan pakken dinsdag. Ja, niet zo. Hoewel? Ja, beter staan, feller Quick Boys en nou ja, wie weet. Succes man. Ja, dankjewel man. Goed weekend.